Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe DC animatiefilm Batman, The Doom That Came to Gotham. The Doom That Came to Gotham is blijkbaar dus ook een stripboek waar dit dus een soort van directe adaptatie van is. Maar net als met de meeste animatiefilms die gebaseerd zijn op stripboeken hebben ze toch ook wel het een en ander veranderd. Maar gewoon het hoofdconcept blijft wel hetzelfde. Want dit is dus wel een DC Elseworlds verhaal en staat dus helemaal op zichzelf en los van alle andere DC producties. En in deze versie van Batman speelt het zich dus af in de jaren 1920 en het begint dus met een expeditie naar de Noordpool toe. En ja, ondanks dat Batman daar dan dus niet precies vindt wat hij verwacht, vindt hij wel een waarschuwing dat er dus iets is wat naar Gotham toe gaat komen. En als je de trailer dus gezien hebt van deze film, dan weet je dat het een soort van demonische presence is, dat er iets supernatural-achtig dus naar Gotham toe komt. En toen ik de trailer dus zag, deed het me een klein beetje denken aan een soort van Doctor Strange versie van Batman. Dus, zoals Batman Ninja, een samurai of ninja versie van Batman was ook. Maar gelukkig gaat het voor Batman zelf niet zo ver. Dit is in ieder geval, als het op Batman zelf aankomt, wel gewoon een vertrouwde versie van Batman. Tuurlijk wel een beetje aangepast op de technologie van 1920. Dus hij heeft niet een Batmobile bijvoorbeeld, maar in ieder geval een grappling hook wel. Maar tof is dus dat die demon uiteindelijk, die er dus aankomt, lijkt opgeroepen te worden door de Cult of Ghoul. Het is dus een spin-off van de League of Assassins die nog steeds toegewijd is aan de originele demon, Ra's al Ghul. Maar het is niet Ra's al Ghul zelf die ze proberen terug te brengen. De uiteindelijke slechterik is wel gewoon nog wat meer demonisch dan dat. En dat is altijd een beetje een gok om dus een nieuwe, beetje generic demon-achtige slechterik te introduceren. Maar gelukkig zitten er dus ook heel veel andere bekende Batman slechterikken in. Maar wat ik heel tof vind aan deze film is dat dus alle slechterikken die erin zitten een klein beetje zijn aangepast om logisch te zijn binnen deze wereld. En dat zorgt er dus voor dat hun krachten meestal van die Cult of Ghoul afkomen. Dat hun daar dus verantwoordelijk voor zijn elke keer. En of je het dan dus hebt over hun versie van de Penguin, Two-Face of Poison Ivy, die zijn allemaal gewoon heel anders dan wat we van ze gewend zijn. Maar ik vond dat in dit geval dus heel goed uitpakken, want ze hebben zoiets ook al een keertje eerder geprobeerd met Gotham bij Gaslight bijvoorbeeld. Dat was ook zo'n soort Elseworlds verhaal, maar dan vond ik dit een heel stuk sterker. En ja, Batman heeft in deze film ook gewoon een versie van de Bat-Family. En als ik het goed begrepen heb, hebben ze op dat vlak dus wel het een en ander verandert ten opzichte van de stripboeken. En met name dus hun versie van Robin, want oorspronkelijk was dat geloof ik Tim Drake en hierin is dat ene kleine Aziatische meisje. Ik ben even haar naam kwijt. Maar dat is dus ook waarschijnlijk om het een wat meer diverse cast te maken. Maar dat zat me in dit geval dus niet per se dwars, maar ik heb zelf dat stripboek dus ook nooit gelezen. Maar ja, zoals ik al zei, ik denk dus dat ik deze film sowieso sterker vond dan Gotham bij Gaslight en ik denk dus ook gewoon een heel stuk sterker dan Batman Ninja. Het probleem wat ik met Batman Ninja had, was dat het na een tijdje een beetje iets te ver doorsloeg en iets te veel over de top werd. En hierin blijft het gewoon wat meer gegrond in de realiteit van deze film. En ondanks dat het dus een wat meer magische, paranormal versie van het Batman-universum is, bleek het in dit geval dus gewoon heel goed te werken. En ik denk ook dat zo'n DVD-animatiefilm eigenlijk gewoon het perfecte medium is om zo'n soort verhaal te vertellen. Want ik denk ook niet dat ik dit bijvoorbeeld in een bioscoopversie zou willen zien. Maar toch, voor zo'n Elseworlds project, waar ik meestal dus een beetje mijn twijfels bij heb, hetzelfde heb ik dus ook met What If als serie van Marvel, is dit denk ik gewoon een van mijn favorieten die ik tot nu toe gezien heb. Maar ja, de film is nu dus uit om te kopen of te streamen. Laat me weten wat jij van de film vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.